Hoe kom ik terug? Waar was ik? Waar is mijn huis? Nee! Oh, dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Survival. Wat zien we hier? Een hele bijzondere zombie villager. Oh, maar als je die... Wacht, jij moet even dood. Ga weg. Dat is één. Oké, hem wil ik eventjes hierin lokken. Hoe ga ik dit doen? Er zijn dus overal zombies. Waar komen ze vandaan? Jij moet... Oh my god. Hij moet echt even dood. Deze moet even dood. Weg. Oh my god, wat gebeurt hier? Weg. Ik moet die zombie villager vastzetten, want dan kan ik daar een golden apple of zo uiteindelijk een keer bij gooien. En dan, oh my god, ik moet even eten. Slash eat. Oh my god, ik mag dat niet doen. Oh, ik heb het al een keertje gedaan laatst. Oh my god, nu mag ik niet meer. Nu komen er nog meer zombies op me af. Hoe ga ik dit oplossen? Ik wil alleen die zombie villager vastzetten. Hoe ga ik dit doen? Oké, loop deze kant op. Hier, loop. Ja. En nu sla ik je erin. Oh ja, bijna. Stop. Oh nee. Ik heb 2,5 hartje. Oh nee, ik moet wegwezen. Oh nee, daar staat de scan. Ben ik hier veilig? Ik heb geen eten. Ik heb 0 eten. Creeper. Dit is een probleem. Hoe ga ik dit doen? Ik heb echt eten nodig. Ik heb gewoon geen eten. Maar ik wil die villager zombie dinges wel hebben. Jij moet even snel dood. Oké, jij moet mij volgen. Volg mij. Nu, deze kant op. Go. Oké, hoe ga ik dit aanpakken? Hij moet hier. Ja, terug. Stop, niet eruit. Oh my god, heb ik hem? Ik heb hem. Samen met die andere zombie. Die kan ik nu killen. Oh my god, er zit nog een zombie achter. Het wordt bijna dag. Het wordt bijna dag. En dan... Oké, dan moet ik deze echt killen. Oké. Ja, yeah, nice. Oké. Ik hoor er weer één achter me. Oh nee. Oh, nee! Nee, ik heb 1 hartje. Niet doen. Die kleinste zijn nog het irritantste. Oké, ga dood. Hoe lang duurt dit? Ga dood! Oké. Niemand meer achter me? Oké. Wauw, wat een chaotisch begin. Bijna. Oh nee, weer zo'n kleine. Nee! Hoe kom ik terug? Waar was ik? Waar is mijn huis? Nee! Oh nee, slash wild. Hoe kom ik terug? Oh nee! Wauw. Kan ik alsjeblieft terugkomen bij mijn eigen plek? Waar was ik? Waar was ik? Ik wil terug. Waar was mijn plek? Nee! Ik ben het kwijt. Oh my god. Alsjeblieft, kan iets of iemand mij ergens heen brengen? In de buurt van mijn claim? Waar is mijn claim? Weet iemand waar mijn claim is? Ik heb echt een probleem nu. Oké, dames en heren. We staan dus op de Foxcraft server. Waar wij survivalen in 1.15.2. En ik ben zojuist alles kwijtgeraakt in survival. Oh my god. Ik dacht, die zombie villager, die moet ik gewoon hebben. Maar, en nu ben ik gewoon ergens waarvan ik hoop dat ik op een manier stiekem terugspan. Waar ik ergens vandaan ben gekomen. Maar, lijkt er niet op, hè. Daar lijkt het niet echt op, nee. Oh, nee. Yo, vergeet mijn andere plek. Wat is dit? Oh, ja. Ik heb een village gevonden. Oh my god, met een nieuwe bijkorver in. Yo, dit wordt mijn nieuwe plek. Hey, Iron Golem, maat. Alles lekker? Goed. Ik ben alles kwijtgeraakt zojuist. Hey, villager. Goedemiddag. Wat hebben we hier allemaal? Oh my god, dit wordt gewoon... Dit wordt mijn claim. Ik ga heel dit gedeelte claimen. Oh, wauw. Hoe heb ik dit zo hard kunnen verprutsen? Ik weet gewoon niet waar mijn andere claim is. Ik weet het niet. Ik heb gewoon nooit een home gezet. Je moet natuurlijk gewoon een home neerzetten. Erg vermakelijk geluidje. Dat heb ik gewoon niet gedaan. En nu ben ik alles kwijt.
Hallo? Is er geen gebouw die ergens een kistje of zo heeft zitten, zodat ik tenminste iets aan spullen heb? Alsjeblieft, iemand of iets? Het zijn wel allemaal nieuwe huisjes volgens mij. Dit was er eerst allemaal nog niet. Hallo? Ja, te eten, dankjewel. Kom je precies op tijd mee, want ik ben gelukkig al dood gegaan. Potato, ik neem het allemaal mee. Het is allemaal nu van mij. Volgens mij is hier dus nog niemand geweest van de mensen op deze server. Dus het lijkt erop dat ik safe ben. Hierboven geen kist. Ah, verdomme. Lukken dus. Het is wel 1.15 survival. Dus heel veel dingen zijn allemaal nieuw voor mij. En schijnbaar wordt dit mijn nieuwe village. Oh, wauw. Oké, ik denk dat ik eerst een claim moet gaan maken. Oh, kist. Oh, nog meer eten. Precies op tijd weer. Fantastisch. En een bloemetje, dankjewel. Volgens mij kan ik uit deze huizen het meeste spulletjes pleuren, dit soort huisjes. Maar volgens mij heb ik ze nou al gehad. Nou, ja, we beginnen dus opnieuw. Dus, om opnieuw te beginnen moet ik ook opnieuw een claim maken. Gelukkig heeft de eigenaar van de server volgens mij al voorspeld dat ik heel stom ben. Dus, wat hij heeft gedaan is mij heel veel claimblokken gegeven, zodat ik in ieder geval een groot gedeelte kan claimen. En daarvoor heb ik een stick nodig. Dus wat ik ga doen, ik ga even een stick maken. Of ja, zelfs 8 stuks. Wat ik ga doen, ik ga heel dit dorp claimen. Heel dit dorp wordt gewoon van mij. Zelfs een stukje water, zodat ik hier een haven of zo kan gaan maken. Oké, vanaf hier. No one has claimed this block. Nou, top. Dan claim ik deze maar al te graag. Hoe werkt dit ook alweer? Oh, wacht. Dan moet ik oh, nee. Oh, dit wordt weer een challenge. Ik heb daarvoor een golden blok nodig. Of in ieder geval, ik heb een goud nodig. Om heb ik het huis al gehad? Volgens mij wel, de deuren staan open. Kaak, ligt er ergens in dit dorp iets van goud of zo? Een goudoor. Die heb ik namelijk nodig. Ik heb namelijk een golden shovel nodig. Want met een golden shovel kan je je claims maken. Maar ik zie die nergens staan. Daar zit goud in. Maar nee. Nee, hey, niet mijn adres zeggen. Wat denk je nou wel, hè? Er staan straks allemaal koters voor de deur. Het is al niet mijn dag. Ik ben al mijn huis kwijtgeraakt. Oké, volgende challenge. We hebben dus letterlijk goud nodig. Oké, dat is het probleem. Iemand zegt hier, Jurien, door jou ben ik op deze server gekomen. Ben echt blij, man. Dion, NL Games, wil je in mijn team? Ik ga het gewoon vragen. Misschien wil hij dat. Ik hoop dat hij eigenlijk ja zegt. Ik heb namelijk even goud nodig. Ik zou het wel kunnen waarderen als iemand mij nu gewoon kan helpen, zeg maar. Anders heb ik dus het probleem dat ik dan nu daadwerkelijk weer de grond in ga moeten. Want ik heb gewoon goud nodig. Ik moet dus op zoek naar een cave of iets in die richting. Omdat ik anders gewoon nergens terecht kan komen. Dus ik moet eerst, ik moet in ieder geval dit zien te claimen. Dus ik ga eventjes hier wat cobblestone hakken. Dan kan ik hier mijn eerste cobblestone pickaxe maken. Zo, hier mijn cobblestone pickaxe. En ik ga gewoon de grond in. En ik heb genoeg eten bij me, dus dat scheelt. Zal ik alvast / set home doen? Werkt dat zo? Oké, dus niet, dus nu mijn current home location. Dus als ik doodga, dan kom ik als goed weer hier terecht. Ik heb nog even een gold nodig om dit te kunnen claimen, zodat het weer van mij is. Ik had de planning deze aflevering om mijn huis of zo te gaan maken of iets in die richting. Gelukkig is dat niet meer nodig, want ik heb genoeg huizen gevonden. Het nadeel is dat ik dus dood ben gegaan, dus ik moet dus op zoek naar allemaal nieuwe spullen. Hoe ga ik dat doen? Absoluut geen idee. Ik heb in ieder geval genoeg spullen bij me om... Ik vraag of hij in mijn team wil komen en hij negeert me gewoon. Wauw. Oké, het is dus nu de bedoeling dat we een cave gaan vinden. En daarna gold gaan vinden. Dat is in ieder geval... De planning. Oh, dat meen je niet. Wauw. Oh my god. Wat is de kans? Wat is de kans? Maar nu heb ik het volgende probleem. Ik heb gewoon geen iron. Oké, coal. Oké, dat kan ik al gebruiken. Dit kunnen we dus nu zo hakken. En dan kunnen we nu die gold gaan hakken. Wauw. Wat is de kans dat je hier dan in één keer dat tegenkomt? Wauw. Dat is echt heel erg episch. Dat ik op zoek ben naar gold. Geen cave of zo vind. Maar gewoon random tegenkom. Nu moet ik dus 3 iron zien te vinden. Dat is in ieder geval het volgende doel. Want ik moet iron hebben om mijn gold te kunnen hakken natuurlijk. Maar ik denk dat dat wel een groter probleem gaat zijn. Om de iron te kunnen vinden. Dus ik hoop dat ik het heel snel kan gaan vinden. Ik ben bang dat het nog wel eventjes kan gaan duren.
Ja, dit is wel ingewikkeld. Ik kom nu gewoon dus geen iron tegen. Dus hoe ik dit nu op moet gaan lossen, dat weet ik niet. Mijn pickaxe springt even rustig kapot. Oh my god, ik heb iron nodig. Oh nee. Hoe kon deze aflevering zo fout gaan? Ja. Oh my god, ik wilde net gaan zeggen, ik kom het gewoon niet tegen. Alsjeblieft zeg dat er 3 zijn. Oké, als er hier maar 2 hadden gezeten, dan had ik wel eventjes lopen huilen. Oké, we hebben in ieder geval nu 6 stuks. Top. Oké, we kunnen terug sprinten. Dan kunnen we hier eventjes snel een oventje maken. Dan kunnen we die hier bovenop zetten. En dan kunnen we hier kool in gooien en hier iron in gooien. Kunnen we deze pakken en hebben we eindelijk een golden shovel. Wauw, oké. Dus ondertussen zei Dion NL Games van ik hoef niet in het team, maar mijn broertje wel. Dus ik ga gewoon slash team typen. En dan doe ik gewoon slash team eerst create. En dan kaasbroodje noem ik het. Kaasbroodje van Jur. Kaasbroodje van... Oh, kan niet gebruikt worden. Oh, dan noem ik het gewoon Jur. Oh, dat mag wel. Dan doe ik slash team invite... Wat was je naam ook weer? Ik wil ook in je team, zegt Dion. Oké, dat mag. Dion, je mag in mijn team. En even kijken, waar was de broertje? XX, nog iets. Ja, die mag ook in het team. Zo kan je dus wat makkelijker samen, samenwerken eigenlijk. Zo kan je met z'n allen gezellig samenwerken. Ik heb precies genoeg om een pickaxe te kunnen maken. Maar echt super toevallig dat waar ik naar beneden graaf, dat daar goud zit. Oké, dit haken we in ieder geval. Hoppa, we hebben het goud. Deze gaan we eventjes hier alvast eentje omsmelten. En dan kunnen we naar boven gaan. Nemen we dit allemaal gewoon lekker rustig mee. Deze haal ik eventjes eruit. We hebben de gold. Daar is hij. Oh man, fantastisch. Oké, dus nu kunnen we onze cobblestone pakken. En rustig naar boven weer naar boven bouwen. En dan kunnen we een claim zetten. Yes. Eindelijk. Oh, hij heeft nu Jur voor zijn naam staan. Zag ik dat nou goed in de chat? Wacht, ik ga zo meteen even kijken. Volgens mij staat er... Ja, kijk, nu kan hij in teamchat typen. Kijk, dat is heel erg tof. Nu kunnen we dus in principe gewoon lekker samenwerken. Dus mocht ik wat spulletjes of zo nodig hebben, dan kunnen zij me helpen. Oké, het is redelijk donker. Oh my god, die skeleton. Oké, ik ga eerst even... Oké, ik ga... Allemaal zombie villagers! Wauw, schijnbaar zijn die dingen niet zo speciaal. Oh my god, de villagers mogen niet uitsterven natuurlijk. Ik heb 1 blokje, 2 blokjes hout nodig. That's it. 2 blokjes hout. Meer heb ik niet nodig. Laat me met rust! Hoe kom ik hier weg? Oké, ik ga hier de deur open doen. En de deur weer dicht doen. Mij niet storen. Oh, slaap lekker, pik. Bedankt voor je eten trouwens. Ik wist niet dat villagers zo... Oh, hier ligt er ook één. Oeps. Ik ga dit wel dichtbouwen voordat ze de deur doorbreken. Wat ik nu kan doen is... Hier, dit wilde ik al de hele tijd doen. Een crafting table maken. Die kan ik hier neerzetten. Dan kan ik nu hier sticks van maken. En dan kan ik hier mijn golden shovel mee maken. Eindelijk. Oké, nu moet ik er dus gaan rennen. Want ik moet deze even weghalen en deze even weghalen. En dan doe ik die open, zo. En mij alsjeblieft niet lastig vallen. Ik ga nu slechts een claim neerzetten. Zodat ik dit gewoon van mij is. En dan kan ik de volgende aflevering gewoon mijn eigen dorp of zo runnen. Dus hou op met mij lastig te vallen. Ik ren eventjes deze kant op. En dan wil ik het eigenlijk vanaf hier. Oké, top. Dat is de eerste claim corner. En dan loop ik even helemaal deze kant op. Ik heb echt super veel claims over. Dus ik ga dit allemaal claimen hier. Oké, ja, leuk dat je er bent. Hij valt hem aan. Wow. Dit is wel een zieke battle. Hij is dood. Nice. Oh. Ik ga even deze kant op. Zo. Tot. Oh my god. Dit is echt een heel groot stuk. Oh, er staat een Enderman. Oh, misschien kunnen we een keer naar de end in deze server. Dat zou tof zijn. Tot. Hier wil ik het claimen. Ik heb mijn claim gecreëerd. Je gaat er niet nu al op blazen. Nee, die zombie, die kleine, die heeft me vorige keer verraden. Daar ben ik nou klaar mee. Ik wil naar binnen en ik wil niet meer naar buiten. Laat me met rust. Oké, dames en heren. Zover het einde van deze stressvolle aflevering. Ik ben er klaar mee. Kom vooral op de server. Is gezellig. Doe gezellig mee. En ik zou zeggen, doe het beter dan ik. Tot de volgende aflevering. En ik zie je snel op deze server. Ciao.